Dit is Business Club Radio. Voor ICT Valley en Food Valley. Voor ondernemers en bestuurders. En vanavond met deze mom van lichtwerk en hartzaken. Goedenavond dames en heren, weer een uitzending van Business Club Radio waarin ik wekelijks een ondernemer of een bestuurder uit de regio Food Valley, ECT Valley ontvang en dan gaan we praten over de passie van het ondernemen en wat het betekent. En deze keer heb ik een hele bijzondere gast, want het is niet zomaar een bedrijf, dit is iemand die gaat over mensen aan de binnenkant en de... Uh, dit is Desiree. Goedenavond Desiree. Dag Jan. Wat leuk dat je er bent. En, uh, we hebben een, het is een hele bijzondere aflevering als je kijkt naar de normale afleveringen van Business Club Radio. Want we hebben het nog niet echt over de mens zelf gehad. En dat doe jij. Ja, dan ben je bij mij wel een goede adres inderdaad. Precies. Um, maar we beginnen altijd eerst even met een introductie. Um, waar kom je vandaan? Waar ben je opgegroeid? Nou, ik ben geboren en getogen in uh, Zuid-Limburg in Nieuwenhagen, een klein dorpje. Later is dat samengevoegd met twee andere dorpjes en heet dat nu Landgraaf. Dat kennen de meeste ja. mensen wel van Pinkpop. Um, ik was een dochter van een echtpaar wat een kruidenierszaak had. Mijn ouders die, uh, die hadden een uh, centra. In ieder geval tot uh, ik bijna negen jaar oud was. En uh, toen is mijn vader overleden en uh, ben ik in een eenoudergezin gezin opgegroeid. We hadden een hele grote familie en uh, ik herinner me vooral uh, uit die tijd hoe gezellig het was met allemaal neefjes en netjes bij elkaar logeren mm -hmm. op de boerderij van mijn tante. Ja. Um, nou, wat voor opleiding heb je toen gedaan? Uh, eerst de HAVO, toen uh, wilde ik naar de Hoge Hotelschool in Maastricht, werd oh. ik uitgeloot. Oh. Dus heb ik eventjes een secretaresseopleiding gedaan, een jaartje, weer uitgeloot. En toen werd het uh, THW, Toegepaste Huishoudwetenschappen. Uh -huh. uh, tegenwoordig heet dat uh, facility management. Um, dat heb ik gedaan. Toen ben ik in de uh, zakelijke dienstverlening gaan werken als uh, vestigingsmanager bij een uitzendbureau, uh, als leidinggevende in de schoonmaak. En zo, nou, vanaf de puberteit had ik al interesse in wat beweegt mensen. las ik al boeken op het gebied van uh, persoonlijke groei, uh, de kracht in jezelf en dergelijke. Maar rond mijn dertigste, zo'n beetje, toen dacht ik: maar daar wil ik wat meer mee gaan doen. Niet alleen maar af en toe een boekje lezen. Mm -hmm. um, toen ben ik naast mijn baan uh, allerlei uh, trainingen gaan volgen van een uh, Amerikaanse psycholoog. En uh, na een aantal jaren ook gaan coachen naast mijn werk. En in 2009 uiteindelijk dacht ik: maar nu wil ik mijn helemaal daar mijn baan van maken. En toen ben ik integratieve psychotherapie gaan studeren. Dat is een hele mondvol. Integratieve psychotherapie. Ja. Nou, okay. ja, integratief betekent dat uit verschillende stromingen uh, dingen gecombineerd worden. Maar het gaat allemaal om de ontwikkeling van de mens. Oké. Okay. En uh, daar ben ik uiteindelijk ook mee uh, voor mezelf begonnen, uh, praktijk aan huis. En, uh, Hoe nou lang ja. zit je daar nou? Want je zit in Veenendaal? Ik zit in Veenendaal sinds 2010. Oké. Okay. Ja, en daar heb je praktijk aan huis? Praktijk aan huis heb ik daar, ja. ja. Ik heb ook okay. wel training op locatie gedaan, maar nu uh, vooral uh, vanuit huis werk ik. En ik had het over die psychotherapie, maar ik vind het heel erg leuk om, uh, om te studeren en bij te leren. Dus ik rond binnenkort ook een driejarige opleiding af uh, voor uh, coach en healer. Dus dat is weer een ander vakgebied, maar het combineert wel heel erg mooi. Dan, we gaan daar en, straks uh, verder over praten, denk ik. Ja.